In dit deel geven we praktische adviezen hoe je best bodemschade voorkomt als je in vlaanderen machines gebruikt in bos- en natuurbeheer. Bodemschade ontstaat door een combinatie van te zware wiellasten, te smalle en te hard opgepompte banden, bodemtextuur, vochtgehalte van de bodem, verschillende keren over hetzelfde spoor rijden, onvoorzichtig rijden. Het onderwerp is complex. Hoed je voor te simpele oplossingen. Maar er is wel één simpele aanbeveling die overal kan toegepast worden, namelijk rij zoveel mogelijk over dezelfde sporen, ongeacht het type machine en gewicht. In de bosexploitatie kan je heel eenvoudig met vaste uitsleeppistes werken. Duid die pistes zichtbaar aan. Hou er rekening mee dat een chauffeur van een harvester of forwarder ze vanuit zijn cabine moet kunnen zien. Gebruik bij het aanduiden van pistes zoveel mogelijk dezelfde codes om verwarring te vermijden. De velle bomen worden aangeduid met rode of oranje verf. Vaste uitsleeppistes betekent dat de machine absoluut niet van de piste afwijkt. De meeste harvesters kunnen bomen grijpen die tot 9 meter ver staan. Er bestaan verschillende oplossingen om bomen die iets verder liggen tot op de piste te krijgen. Een eerste is gebruik maken van een lier die op de skidder is gemonteerd. In dit voorbeeld is de lier gewoon op een rupskraan gemonteerd. Er bestaan ondertussen sterke en veilige synthetische kabels voor de lier. In tegenstelling tot stalen kabels zijn die zodanig licht dat je 50 meter kabel gewoon met één hand kan dragen. En er bestaan nieuwe systemen met potentie die in Vlaanderen nog niet goed gekend zijn. Dit is bijvoorbeeld de Koningsbronner aanslagtechniek, ontwikkeld door het bosbouwvormingscentrum Koningsbron. Met dit systeem kan een synthetische kabel hoog rondom een boom worden gelegd. Daardoor kan de richting waarin de boom valt en wordt uitgesleept perfect worden gecontroleerd. Er bestaan ook radiogestuurde lieren. Hiermee wordt tijd bespaard en je vermijdt dat stammen tijdens het slepen komen vastzitten. Hier zie je voorbeelden van een functiogram, een schema dat aangeeft welke handelingen en machines er nodig zijn bij de houtoogst. Omdat de meeste harvesters met hun kop tot 9 meter ver kunnen reiken, liggen uitsleeppistes in naaldhout vaak op ongeveer 20 meter. Dit is echter absoluut geen vereiste. Mits wat creativiteit kunnen uitsleeppistes verder van elkaar liggen. Zowel in loof- als naaldhoutbestanden met bomen tot ongeveer 35 cm diameter kan je pistes op minstens 40 meter leggen. Organiseer je exploitatie zodanig dat een harvester op de pistes blijft en de gemerkte bomen oogst die tot op ongeveer 9 meter van de piste staan. Bomen die verder staan kan je motormanueel vellen en desnoods bijslepen tot binnen het bereik van de harvester. Organiseer de verkoop desnoods in twee keer. Plan de ligging van de uitsleeppistes en transportwegen. Dit is deels bureauwerk. Je kan gebruik maken van kwetsbaarheidskaarten voor de bosexploitatie. Die zijn beschikbaar als gieslaag. De volgende stap is het maken van exploitatiekaarten. Je kan een algemene kaart opmaken bij het opstellen van het beheerplan. Een definitieve kaart maak je bij de aanvang van de exploitatie. Dit doe je op het terrein en in overleg met de exploitanten. Dergelijke kaarten hoeven niet noodzakelijk gecompliceerd te zijn. Belangrijke onderdelen op zo'n kaart zijn boswegen, transportgrenzen, stapelplaatsen, vaste ruimingspistes en speciale aandachtspunten zoals dassenburchten, te vrijwaren wandelpaden, bronnen en dergelijke. Bij het aanleggen van boswegen en uitsleeppistes komt wat technische kennis kijken. Een overzicht van goede praktijken vind je onder andere in dit rapport. Machines beperken tot de vaste uitsleeppistes betekent niet dat daar alles wel mag kapot gereden worden. Compactie op de uitsleeppistes heeft belangrijke impact op de wortels van de aangrenzende bomen. Er zijn weinig of geen voorzorgen nodig indien de grond tot ongeveer 50 cm diep droog is, of indien de grond redelijk droog is en het een tijd gevroren heeft, of er een redelijk dikke laag sneeuw ligt. Maar dit is nooit exact goed vast te stellen. Zorg zoveel mogelijk, en zeker als de bodem vochtig is, voor een takkenmat op de uitsleeppistes van minstens 30 cm dik. Hoe kan je nu in praktijk inschatten of een piste bereidbaar is? Herinner je dat insporing en compactie nauw verbonden zijn. Is de bodem droog of hard bevroren,
Zit er wat klei of leem in de bodem en is het terrein vlak, dan blijft de insporing beperkt tot een oppervlakkig samengedrukte humuslaag en zie je enkel afdrukken van de nokken van banden. Hier zijn geen bijkomende maatregelen nodig om de ruimingspiste te beschermen. Zie je een duidelijke insporing, dan begint het risico. Twijfel je nog? Pak dan een handvol grond zonder organisch materiaal, maak er een bol van en gooi die tegen de zijkant van je machine, net zoals je met sneeuwballen gooit. Blijft die modderbal tegen de machine plakken en is het oppervlak ervan redelijk glad en plat, dan zit je in de risicozone. Als je dan ziet dat de insporing gemiddeld dieper is dan 10 cm, dan is minstens het gebruik van takkenmatten aanbevolen. Kwakt de modderbal open tot een platte, onregelmatige vorm en is de gemiddelde insporing dieper dan 10 cm, dan is verdere exploitatie absoluut af te raden. Eventueel kan je nog gebruik maken van speciale technieken, zoals het gebruik van rijplaten. Door machines enkel in te zetten op goed aangelegde boswegen en ruimingspistes, beperk je het risico op bodemschade. Tot de aslast een bepaalde waarde overschrijdt natuurlijk. Maar we weten ook al dat het verhaal complex is. Eenvoudige cijfers zijn bruikbaar om bodems in grote categorieën in te delen, zoals op de kwetsbaarheidskaarten. In realiteit hangt de impact onder andere af van aslast, bandenspanning, aandrijving, type banden en andere zaken. Het Duitse KWF ontwikkelde een interessant puntensysteem dat met veel verschillende factoren rekening houdt. Bij beheer van open natuur gelden dezelfde principes, maar daar heb je het voordeel dat er meestal minder zware gewichten moeten vervoerd worden. Anderzijds is het moeilijker om vaste pistes uit te zetten. In extreme gevallen kan je enkel gebruik maken van aangepaste machines en speciale technieken. Maar meestal wordt er met gewone landbouwtractoren gewerkt. Doorgaans kan je impact beperken door de bandenspanning aan te passen. Dit wordt verder besproken in een ander deel.